Welkom bij Mystic Angel Radha Tarot. Ik ben Radha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand april 2024 voor de Ram. Ik heb de kaarten al gelegd. Ik ga gelijk beginnen met de reading. De energiekaarten zijn de elf van verbinding. Je bent goed gegrond en staat stevig in moeder aarde. Dus je bent goed geworteld. De elf van bevrijding. Je hebt je bevrijd van je zware lasten. Dus je hebt heel veel dingen losgelaten. De elf van daadkracht. Je hebt dat wat je wilt bereiken door hard te werken. Ja, je bent echt een harde werker dan. Je werkt echt super hard. Let ook wel een beetje op je gezondheid, hoor ik. Je begeleidende boodschap is ontspan, alles is goed, maak geen zorgen, alles zal goed komen. Healer, jij hebt de kracht anderen te helpen en te helen, dus je bent ook een healer. Als jij een healer bent en je weet niet hoe te healen of hoe jij jezelf en anderen kan healen, dan kan je denken aan magnetiseur, Shambhala healing, Reiki, noem het maar op. Ja? Dus dan kan je zo'n cursus volgen en dan kan je master worden van een Reiki, zo'n Shambhala of een magnetiseur. Creativiteit. Teken, schilder, denk en wees creatief. Ja, ga je meer creatief uiten. Dat is heel erg belangrijk voor jou. En naast het harde werken en te veel in je hoofd zitten, is je creatief uiten heel erg belangrijk. Ja? Dan heb ik hier... Je zit op de goede weg, je bent in balans. Je kan goed naar je intuïtie luisteren. En je bent in balans. Ik zie dat je na meditatie... Ja, dus eigenlijk... Laat ik het zo zeggen. Na ziek zijn of je niet lekker voelen. En dat je gemediteerd hebt of gaat mediteren. Zie ik dat er een nieuw begin voor jou gaat komen. Dat je weer meer energie gaat krijgen. Ik zie hier dat iemand jou bedrogen heeft in de liefde. Maar er komt al snel weer iemand anders op je pad in de liefde met passie. In het verleden... Had je een begin gemaakt met zelfliefde. Met zelfonvoorwaardelijke liefde. En daardoor had je ook geen zorgen. De engelen, God en de engelen en het universum zeggen... Er komt snel financiën binnen. Binnen je onderneming of het werk wat je doet. Heb vertrouwen in jezelf. In de nabije toekomst zie ik dat er wel weer zelfliefde gaat komen. Dat je weer in balans bent met je emoties en dat er einde komt aan bepaalde situaties. Je moet werken binnen je gezin of binnen je familie. Je hoeft jezelf niet altijd te verdedigen, want er komt de oplossing voor het probleem. In je relatie zie ik... Er komt een nieuw begin aan. Een nieuw begin van zelfliefde. En jouw spirituele team is jou daarbij aan het helpen. Je bent onafhankelijk. Je voelt je herboren. En ik zie een positieve verandering aankomen in gezondheid en liefde. Je staat in je kracht... Ondanks dat je niet lekker voelde. Door jezelf naar binnen te keren, te mediteren en de antwoorden te zoeken. Dan heb ik hier nummer 34, het verborgen pad. Het huwelijk van geest en materie. Je hebt ver gereisd op zoek naar de diepe zin van het leven, naar vervulling. Je hebt vooruitgang geboekt en vele waardevolle lessen geleerd. Je wilt deze reis vervolgen,
maar de weg lijkt op te houden. Hoe ga je nu verder? De symbolische afbeelding op deze kaart laat de magische bos zien. Dat lijkt je uit te nodigen, maar de weg er naartoe en er doorheen is niet duidelijk. Een tastbaar, zichtbaar pad is er niet. En toch is er een pad. Tussen de bomen zie je een symbool voor eeuwig leven. En rechts een symbool voor heling en bescherming. Deze. En hier. De kaart nodigt je uit op spiritueel niveau verder te gaan. En belooft je heling en bescherming onderweg. Vooruitgang kan nu alleen nog geboekt worden als geest en materie samengaan. Je verstand moet op één lijn komen met je hart. Als verstand en hart op hetzelfde punt gericht zijn, zijn er grote dingen mogelijk. Dit is echte spirituele alchemie. Alles wat je wilt bereiken, kun je nu ook bereiken. Affirmatie. Mijn verstand en mijn hart zitten op één lijn. Mijn denken en het verlangen van mijn hart zijn één. Ik ben een spiritueel wezen in een fysiek lichaam. De reis die voor me ligt, is vol licht. Het licht van mijn ziel verlicht mijn pad. Wauw. Dus kom weer, word weer één met jezelf. Ja, word weer één met jezelf. Wauw. Nou, ik hoop dat je wat aan deze boodschappen had. Laat hier onder deze video weten wat je ervan vond. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een van mijn diensten willen, laat me dan hier onder deze video weten. En tot de volgende keer. Doei doei!